Oké, komt u maar. Weet je het nog? Ik had het niet al. Niet via de stijgbeugel, maar... Maar gewoon zo in één keer. Oeh, oké, dat vind ik heel eng. Ja. Ik heb hier wel veel minder balans op dan Blondie. Dat kan, ik heb hier even veel balans. Nee. Alleen deze wiebelt gewoon meer. Dit is anders dan ik vroeger deed. Ja? Op ja. Joker, ja, vroeger had ik meer balans op joker. Nou weet je hoe dat komt? Hoe lichter je bent, hoe minder die veren zakken. En nou ben je natuurlijk 2 koppen groter. Hè? Ben je wat meer gaan wegen, dus die veren zakken wat meer in. Dan. Ah. Grappig dat je dat merkt. Want dat... Ik merk het heel erg, het is echt heel erg anders. Ja, wel, ik heb hem nu nog stabieler, er zit echt een dikke veer in, zeg maar. Dus hij is eerder stabieler dan toen, als minder stabiel. Je mag je voeten in de beugels doen. Dat is nog een hele opgave. Ik tril heel erg. Ja, maar stappen, dat is makkelijker. Stilstaan is soms moeilijker als gewoon bewegen. Dat is wel weer apart. Ja. Oké, nou wat we op je pony zagen, is dat je soms eigenlijk wil remmen en achter de beweging komt. Ja? Dus we gaan dadelijk even stappen eruit galopperen. En dan gaan we kijken, hè? Dan ga je dus heel duidelijk kunnen voelen, want oké, wanneer zit je met de beweging mee en wanneer zit je achter de beweging. Je mag ietsjes meer doorstappen. Ja, nou zou ik hier eigenlijk een beetje aan willen sleutelen nog, maar ik ga je dadelijk gewoon eerst lekker laten draven galopperen en dan gaat Joker dat denk ik wel voor jou oplossen. Ja? Weet je nog hoe die draagt? Licht rijden of doorzetten? Ja, maar rijden, maar ook even doorzetten. Ik wil even doorzetten, ja. Ik wil even rijden. Ik viel er echt niet bijna af. Ik weet niet meer hoe en dan gewoon zo. Wie, wie, wie. Nou, deze is wel stabieler dan Blondie. Ja. Ja, en waarschijnlijk ook iets rustiger dan Blondie. Oké, mag je even licht rijden? Oeh. Dat is echt heel anders. Ik beweeg heel veel. Oeh. Ik beweeg heel veel. Iets langer blijven staan. Ja, dus nog iets. Jij hebt natuurlijk nu de gang van je pony. Die loopt een stuk sneller. Deze die moet je eigenlijk een beetje doen alsof je in slow motion ligt. Kijk. Sta, zit, sta, zit. Ja? Maar ik hou mijn benen, ga ik het heen en weer. Komen we dadelijk wel daar. Oh, oké. Okay. Langer blijven. Nog langer. Ja. Niet ja. Over, maar lang. Ja, houd je in. Kun je hier, je hebt best wel je rak aan je paard zo, hè? Kun je je hak een beetje naar buiten draaien? We moeten iets verder in de beugel doen. Deze gaat wel een heel stuk sneller stilstaan. Ja. Daar kan ik wel aan wennen. Ja, deze kan een notendop maken. Oké. Okay. En doe eens verlichte zit en blijf maar buiten. Ja, en hou je erop. Dat is echt heel waar. Ja. Ja. Ja, goed zo. Oh ja. Ligt mooi in je hakken. Oké, en dan ga je van hier uit. Voel je dit ritme? Als je een keer rustig zit. Zit, zit. Ja. Zo. En nou verlies je een beetje je veer. Kun je dat voelen? Wat doe je dan mee? Nou, doe nog eens verlichte zit. En dan draven. Kijk, nu draagt hij beter als wanneer dat je licht krijgt. Hier wordt hij wel beter. Dit voelt best wel net echt, hè? Nee, eigenlijk niet. Wat is er anders dan? Behalve dat hij nu echt niet. Hij beweegt niet. Hij beweegt wel. Alleen, ja, jij maakt de beweging. Het is anders dat ik nu zelf moet bewegen en niet dat ik een pony heb die onder mij beweegt. Ja, dat ik maak bijna geen beweging voor mijn gevoel. Normaal, als je die pony hebt.
Nou ja, normaal gesproken als ik dan zo doorzet, dan moet ik niet zelf nog zo doen in plaats van... Maar, ik zou ja willen, kijk, hier moet je hard op werken op je pony. Ja. Voor niet laten vallen. Maar precies wat je nu zegt, hè, je zit bijna een beetje te stil. Hè. Je gaat een beetje achterover en dan laat je zo een beetje meegaan. Maar als je nou doe maar eens doorzit, hè. Dit mag je op de pony ook een beetje doen. Ja. Dat is iets heftig. Als jij dat doet en jouw pony loopt onder jou, en als jij niks doet, dan moet jouw pony jou helemaal soort van meeslepen in de beweging. Dat is echt moeite doen. Als jij iets of wat dit doet, met de beweging mee van jouw pony, is het voor jouw pony veel makkelijker. Ik begin wel beter mijn balans te vinden. Ja, we gaan zo nog even door hoor. Oh ja, oké. Okay. Ja. Alleen, mag ik dan even een foto? Oké. Okay. Ik zal voorzichtig. Je mag het even af. Dan kan ik het. Hoe gaat het lukken? Ja, je kan hier. Ja. Jammer niet, jammer. Oeh. Oké. Okay. Zeg ik jammer? Wat jij dadelijk gaat doen, jij gaat hier zitten, zo, ik kom dadelijk op je schoot. En jij gaat met dit, ga jij een drafbeweging maken. Zo, dit is een drafbeweging dadelijk, ja. Ik vind het erg bijzonder. Ik ook. Ja, oké, okay. Kan je nu makkelijk die beweging maken? Oké, okay, die doet het, hè. Ja. Let op. Jij bent je pony, ik kom op je schoot zitten. Jij gaat die beweging maken en ik zorg dat jij kan bewegen. Doe maar. Voel je? Ja. Oké. Okay. Nou ga ik meeduwen. Dat doet zeer. Dat doet zeer. Dus daar stop ik je mee. Nog een keer? Nou doe ik niks. Dat is heel zwaar. Heel zwaar. Au. En nou nog een keer hoe ik hem wel wil. Ja. Zie je? Ja. Ik zit niet te duwen, maar ik doe ook niet niks. Ik veer mee met jouw beweging, zodat jij dat heel makkelijk kan. Ja. Die wil je hebben. Ja. Ja. Oké, okay, nou nog een keer op je. Oh. Dus, doe maar als je doorzitten. En nu mag je iets harder werken als op de pony, want nu moet jij echt alles doen, anders gebeurt er niks. Ja, lekker je pomp in je zadel, contact. Alleen ik heb normaal gesproken ook nog een beetje druk aan mijn kuiten en dan ja, doe ik, ja, die heb je dan doe ik automatisch zo en dan merk ik dan ja, dat ik dat doe. Probeer dat maar te laten hangen. En wat ik graag wil, dat had ik ook gezegd toen we aan het doen waren, wat ik graag wil is dat je niet te veel je been zo optrekt, maar ik zou hier iets meer contact willen. Ja, zo. Als... Je zegt dat vaker. Doe nou eens erdoor zitten. En dit is, hè, als je hier alleen maar in contact met mijn hand zo, mm-hmm, zit je iets verder in de beugel, andere kant hetzelfde. En hier zitten de buikspieren van je pony, waar mijn hand aan zit, ongeveer. Alleen ik heb dan niet echt het gevoel, dan heb ik het gevoel dat mijn voet te ver in de beugel zit. Ja, maar en dat ik bijna geen balans heb, omdat ik het gevoel heb dat ik zo zit. Je hak een beetje naar buiten. Ja, zo ja. Hè, alsof je aan het skiën bent. En... Maar dan moet ik zo? Nee, wel een rij spies tegen elkaar. Zo, zo. Ja, en dan is een tikje verder in je beugel. Pietje, pietje. En weer je hakken naar buiten. Zo, en je voeten. Want... Moet hij dan niet iets minder, dus dan iets ja, meer zo? Dat die, nee, dat is te ver. Zo. Zo dat hij oh, net dat is beter nou. Achter, zeg maar, als dit je tenen zijn, even. Alleen dan zit, er zit hier, ho, er zit daar. Precies waar zo'n bolletje zit, zit een bot. Moet dat precies op de beugel? Ja. Ja, maar dan heb je toch minder beweegruimte? Nou, op zich waar je beweegruimte moet hebben. Want ik heb dan meer het gevoel, dan moet ik achter dat bordje zo en dan ja, die een beetje schuin. En dan zo. Ho, dat niet. Zo. Zo. Ik zou daar juist wat meer stabiliteit willen in plaats van beweegruimte. Huh, dus ik moet hem zo houden? Ja, dan niet te ver naar voren schoppen. Dat jouw beugelriem recht naar beneden hangt. En dat is nu. Kan je misschien niet helemaal zien. Zal ik een foto maken? Kijk, en hier vind ik ook je voet mooi aan je beugel. Even een close-upje.
Zie je, hier hangt je beugel mooi, de riem hangt mooi recht naar beneden. Zit ik niet eentje te kort eigenlijk? Nee, ik vind het wel mooi. Ik vind het wel mooi. Als je nou nog langer gaat zitten, dan ga je te veel overstrekken. Als je nou nog blijft groeien, ja, dan moet je dadelijk een keer je beugel veel langer doen. Ja, en dan heb je hem dus net op de bal van je voet, hier. En daar heb je gewoon de meeste stabiliteit. Ja. Oké, zo heb ik het neer. Oké, ja. Zo snap ik het. Ja, en dan je voeten onder. Want als je voeten naar voren gaan, gaat je lichaam naar achter. Dat gebeurt net ook gelijk. Voel je dat? Ja. Ga staan. Kijk, dat kan hier niet. Ja, zo probeer je wel licht te rijden. Zo, dat kan. Ja, goed zo. Daar kan je wel blijven staan. Tada! Dat is al niet meer te vertellen. Oké, en doe nou eens zo met je benen daar en dan je doorzitten. Dus zo? Ja. Zo. Ja, en dan lekker vanuit je buik zie je hem. Zit deze ook goed? Oh. Ja, iets je hak naar buiten. Verder is hij goed. Je hak naar buiten. Alsof je gaat skiën en je skiest. De pizzapunt. Als ik zeg hak naar buiten, hoef je niet helemaal zo, maar jouw hakken zijn naar binnen toe. Oh, ik denk dat ik wel weet hoe dat komt. Ik ben hypermobiel en ik loop ook vaak heel erg zo. En ik heb niet nog de stevige schoenen gevonden, waardoor ik gewoon recht ga lopen. Okay. Dat is mooi dat je ook zo loopt. Dat betekent dat je kan oefenen om paard te rijden terwijl je loopt. Huh? Nou, als jij met lopen daar wel... Kijk, ja, je kan zoeken naar goede schoenen. Je kan misschien iets doen met een steunzooltje. Maar je kan ook gewoon heel vaak er even op letten. Ja, zit hij zo goed? Als jij denkt van, oh kijk, ik loop... Ik zal hem zo even goed doen. Als jij op een gegeven moment denkt, oh ik loop weer zo. Nou, doe maar zo. Want je kan wel dit doen, toch? Als je er niet aan denkt, gaat het vanzelf zo. Maar als je erop let, kan je wel zo lopen, toch? Ja. Nou, ga dat maar doen. Ja, dan gaan jouw spieren gaan zich aanpassen. En dan wordt het steeds makkelijker. Nu wel, je hakken ietsjes naar buiten. Eigenlijk, ja, zo doe je het goed. Want ik zie je hele been mooi meedraaien. Dat is goed. Ja, dat dit ook lekker losjes wordt. Oké, doe nog maar eens je doorzit. Ja, laat je benen lekker hangen. En wat heb je nu gedaan? Ik zie het heel goed wat je gedaan hebt. Wat is er nu aan? Mijn benen? Nog niet. Ik doe het rustiger. Je zit beter rechtop. Echt? Ja. Huh? Ja, dat is gek hè. Wissel eens naar je oude houding. Weet je dat nog? Met je voeten naar voren. En ga maar doorzitten. Wat is er nu gebeurd toen je voeten naar voren gingen? Ik ga meer naar achter. Ja, meer naar achter. Maar ik zit juist heel erg naar voren. Huh? Huh? Zit ik naar achter? Je zit achter de beweging. Dus dit gaat een beetje naar achter. En hier bovenin ga je weer naar voren. Daarom denk je dat je naar voren zit. Of daarom zeggen mensen dat je naar voren zit. Dan kijken ze naar dit stukje. Maar ik kijk naar dit stukje. En dat doet een beetje zo. Dus, we gaan een keertje wisselen. Doe maar lekker dragen. Benen lekker lang en los. Denk al dat je in je benen dit zou zitten. En dan gaan we gewoon echt te ver naar voren zitten. Echt. Ja. Dat is niet mogelijk met je. Nou ga je terug naar je oude houding. Ja, een klein beetje verder naar achter. Ja, en nou weer helemaal te ver naar voren. Blijf het aan. Ja. En weer terug helemaal naar achter. Je oude houding. En dan misschien nog een beetje verder. En nou midden te zien. Ja, iets verder naar boven dan. Ik doe automatisch zo, maar dat is niet nodig. Nee, dat moet ik zelf doen. Maar blijf even doen, nog eens dat oefeningje. Blijf even dragen. Ik wil dat je het verschil gaat. Nou, niet doen. Stupid. Dus, oude houding. Goed zo. Nee. Te ver naar voren. Blijf dragen. Ja, en nu het midden tussen die twee. Blijf dragen. Kijk. En dan ga je al vanzelf al veel hoger weer. Wil je dat voelen? Dat je veel meer drafbewegingen hebt? Ja. Ja. En ga nu in je oude houding voeten naar voren en achterover. En weg. Ik ben niet helemaal weg. Maar het lang door hoog. Wil je dat voelen? Oeh, ik kom ook niet echt hoger als ik zo doe. Ja. Nou, je hoeft niet. Je hoeft nooit te doen.
hoofden gedaan, maar dat gaat vanzelf als je beter recht. Omdat die veren, of dus jouw pony onderweer, veel makkelijker dit te doen. Jouw pony moet met zijn rug naar jou toe kunnen komen. En jij moet zorgen dat je die rug niet van je afdrukt. Maar dat je zegt met je zit, dat je zegt, ja, kom maar, kom maar. Snap je? Ja. Oké, we gaan nog een keertje licht rijden. Rustig. Daar, dat is het. Goed zo. En nu dat je dus mooi mee zit, kan je wel langer blijven staan. Oh ja. Ja. Hij veert nog steeds mooi. Wissel maar eens naar je oude hout. Voeten naar voren en achterover. Nee, achterover. Ja. Hoor je? Kan je bijna niet meer overeind komen, je voeten gaan weer bungelen, hè? Ja. Wat op mijn verlanglijstje staat, dat jouw onderbeen een beetje rustiger kan worden. Dus denk je zelf mee met je beweging. Een beetje aan je verlichte zit denken. Ja, en je heupen doen het werk. En je laat gewoon lekker je voeten hangen naar je beugels. Alsof je voeten op de grond zijn. Ja, niet te hoog gaan staan. Beide daarom blijven. Ja, vind het beter? Ga zo op de grond nog even een klein beetje verder werken om het laatste beetje goed te krijgen. Ja. Ik wil wel graag nog even je galop zien. Ik moet alleen even kijken. Als je nou hier vastpakt, kun je even, moet je even je zadel zo een beetje naar voren. Ja, heel goed. Sorry. Sorry, Joker. Oké, ga maar doorzitten. En ga maar galopperen. Ik zit wel nog even. Wacht, ik weet niet hoe dat moet. Oké. Probeer maar. Nee, ik weet echt niet. Je moet echt. Kijk, ik ga, dit moet meer naar voren, zo. Kijk, en hij doet het nog niet helemaal. Ook weer omdat je eigenlijk achter de beweging zit. En je moet van hier, je moet hem zo erin krijgen. Dus jouw heupen moeten verder naar achter zijn dan je schouders. En dan gaan je heupen zo onder je door. Dus ik moet meer zo zitten? Ja, doe maar ze doorzitten. En dan je nieuwe houding, weet je, die middenpositie tussen die twee. Dit is super goed wat je hier doet. Ja, nou om het jou te leren, mag je jezelf nog een beetje naar voren rollen. Oeh, dat vind ik fijn. Ja? Alleen, dan gaan mijn benen heel erg naar achter. Ja, dat is voor nu nog even niet zo erg. Dit is de beweging die je zou mogen hebben. Maar je schouders meer naar voren. Ver. Alleen, dan ga ik heel erg naar achter met mijn benen. En dan kan ik ze ook niet meer stilhouden. Ja, dat komt dadelijk wel. We gaan eerst even dit krijgen, ja? Ja. En laat je heupen mooi meedoen in het cirkeltje. Probeer te zorgen dat je een beetje kan blijven duwen. Ja. Auw. 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 Voelt hij niet. Ja, wil je dit nu zelf met je buikspieren? Ja. Voel je het zelf? Ga niet terug achterover zitten en galoppeer maar door. Even goed. Ja. En nou, voor galopperen. Auw, auw, auw. En nou, je ziet niet meer. Hij doet nog wel galopperen, toch? Ja, niet meer zo'n mooie galop. Kijk, en wat je hier krijgt, is dat jij hem dus heel hard aandrukt. Dus jouw pony wil steeds sneller. Ja. Jij zit hem naar voren te drukken. En ondertussen, hè, terwijl jij hem met je zit naar voren drukt, ga je schouders naar achter en zeg je ho, ho, ho. Dus met je zit met je armen zeg je ho, ho, ho. Ja. Ja. En daar wordt hij wat onrustig van. Nog één keer de goeie. Voel je naar je oude houding en weer terug naar de goeie, oké? Okay? Ja. Terug op maat. Ja. Ja. Benen stil. Ja. Ja, daar komen ze wel. Dat doen we wel als je goed. Oh, je hebt al vier landen gehad. Oeh, ik beweeg heel veel. Jij mag even in je rijhouding komen staan. Oeh. Ja. Hier doe je hem super goed. Nou, dan moet je eigenlijk even van de zijkant. Oh, oké.
Hier doe je heel goed na hoe je op je pony zit. Ja, oefend. Ja, ja. Kijk, en dan wat je hier hebt, is dat je je knieën naar voren steekt en je leunt een beetje achterover. Klopt dat? Voel je dat? Dan val ik om. Dan val je om. Ja, dan heb je niet zoveel stabiliteit. Nog een keertje. Dus, jouw schouders zijn achter je heupen. Dan ga je je heupen naar achter doen en dan komen je schouders naar voren. Goed zo. Dit is even het tegenovergestelde van hoe jij zit. Kan je volhouden? Ja hoor. Voel je dat? Dat is het tegenovergestelde. En nou wil ik de middenpositie tussen die twee. Oké, ik hou het niet. Zo, alsof je gaat squatten. Alsof je gaat zitten. Wacht. Maar squatten? Alsof je gaat zitten. Oh, ik kan wel zitten. Goed. Deze hebben we volgens mij vaker gedaan. Weet je dat? Ik denk het ook wel, maar... En weer staan? Oh ja, deze hebben we vaker gedaan. Dat was... Nog zachter. Alleen aan. Oeh, maar dat is heel anders of zo. Voeten ietsje breder. Je hebt wel je voeten heel mooi recht nu, dat is goed. Ja, aantikken. Ja, daar. En probeer je knieën... Kijk, als jij gaat staan... Kijk, dus als jij gaat staan... Doe je vanuit je knieën zo. En dan sta je helemaal zo, hè. Kijk, ik moet iets meer in de knikje blijven. Ja, probeer dus. Hier zo, je knieën boven je tenen. En dan zit, sta, zit, sta. Zie je dat mijn knieën wel zo bewegen, maar niet zo bewegen? Partij is dus echt een sport. En op. Dit is beter. Nou is je onderbeen dus veel rustiger. Stiller, voel je dat? Ja. Ja, dan hou ik het krukje weg. Even kijken of je hem dan nog steeds kan. Dit moet je eigenlijk, hè, moet je dit af en toe even oefenen. Voordat je gaat slapen nog één keer, morgen nog een keer, overmorgen nog een keer, 2 dagen niet, daarna nog een keer. Oh, spierpijn. Je gaat alweer rubbelen. Dus dit moet je eigenlijk vanavond, voordat je gaat slapen nog een keer, oefenen. En morgen nog een keer, en overmorgen nog een keer. En dan misschien 1 of 2 dagen niet. En dan nog een keer checken of je nog steeds kan. Kijk, nu is je been mooi stil. Dit is genoeg, want ga je morgen niet meer lopen.